Gedrogeerd worden met een naald tijdens het uitgaan. Needle spiking. De afgelopen weken komen verschillende media met verhalen over mensen die zeggen dat te hebben meegemaakt. En ook op social media nemen meldingen van needle spiking toe. Bijvoorbeeld dat ze een prik voelden en daarna onwel werden. Of dat ook echt in toenemende mate gebeurt, is maar moeilijk vast te stellen. Mede daardoor komt de Nachtraad Groningen met een meldpunt voor incidenten in de Groningse nacht. Bij het meldpunt kunnen alle incidenten in het Groningse nachtleven worden gemeld, zodat de nachtraad dat kan gaan bijhouden. Want waar we als nachtraad achter zijn gekomen is dat we zeker weten dat er bepaalde problemen spelen binnen de nacht, maar dat we die problemen eigenlijk niet meetbaar hebben gemaakt. Dus we weten niet in of hoeveel het voorkomt, bij sommige gevallen of het überhaupt wel voorkomt. Dus door middel van het meldpunt willen we in ieder geval informatie gaan verzamelen om iets meer grip te proberen te krijgen op wat er gebeurt en speelt in de nacht. Een van de grootste problemen is dat maar heel moeilijk bewezen kan worden of iemand gedrogeerd is, laat staan of dat met een naald is gebeurd. Daarnaast wordt er tijdens het uitgaan ook veel alcohol genuttigd, wat eenzelfde soort effecten zou kunnen hebben als bepaalde drugs. Je moet je voorstellen, als iemand bijvoorbeeld gedrogeerd is met GHB, dan is een GHB maar 12 uur aantoonbaar in het lichaam. Op het moment dat iemand dan met een intoxicatie in het ziekenhuis komt te liggen, dan doen ze daar niet standaard een urinetest of een bloedonderzoek. Dus een alcoholintoxicatie is voor het ziekenhuispersoneel hetzelfde als een GHB-intoxicatie. Nou, dan wordt er dus geen bloedonderzoek, geen urineonderzoek gedaan om vast te stellen of er inderdaad drugs aanwezig zijn in het lichaam. Dus op het moment dat iemand dan aangifte wil gaan doen, of nou ja, laten we zeggen als iemand is ontnuchterd en aangifte wil gaan doen bij de politie, dan is het eerste wat de politie zegt, ja kom maar met de onderzoeksresultaten van dat je inderdaad drugs in je lichaam had. Alleen dat is dan niet meer aantoonbaar op zo'n moment. Dus het is heel moeilijk om meetbaar te krijgen. Het is eigenlijk op het moment dat iemand gedrogeerd is en in een hele labiele toestand verkeert, dan zou er zo'n onderzoek afgenomen moeten worden om in ieder geval vast te kunnen stellen dat er een niet lichaamseigen stof in het lichaam zich bevindt. Ondertussen kun je volgens Misha gewoon veilig uitgaan in Groningen. Het komt misschien meer voor, of het lijkt op dit moment meer voor te komen dat mensen gedrogeerd worden. Maar het is alsnog een heel klein percentage wie dit overkomt. En in het geval van, nou ja, wat zou je er tegen kunnen doen, is mijn klemmende advies ook. Let een beetje op elkaar, let ook vooral op je drankje, laat je drankje nergens staan. Houd je hand over het drankje heen, neem geen drank aan van iemand anders. En op het moment dat iemand gedrogeerd lijkt te zijn, blijf altijd bij diegene. Zelfs als het mee lijkt te vallen, ga met diegene mee naar huis. Leg diegene in bed, zorg dat diegene veilig is thuisgekomen. Want zelfs als het mee lijkt te vallen, kan het natuurlijk op korte termijn flink escaleren. En kan het dan alsnog gebruik of zelfs misbruik gemaakt worden van die persoon. Meldingen kunnen gedaan worden via meldpunt.nachtraad.nl.